is ik weer een nieuwe video. Hupke Floris en vandaag spelen we weer Clash Royale. Ik ben terug na een lange vakantie. Of na een lange vakantie, wat doe ik? 4-5 dagen. Maar ik ben terug, niet helemaal fit nog. Maar we gaan natuurlijk wel vlammen, want elke dag moet er natuurlijk wel een videootje online komen. En ik dacht van, kijk, heel vaak, weet je wat, ik ga spelen en dan praten. Heel vaak weet ik even niet welk dekje ik wil spelen. Want ik wil natuurlijk andere dekjes spelen de hele tijd. En ik kijk altijd op de leaderboards. En altijd. Maar dan ook echt altijd. Zie ik, als ik de top 5 bekijk. Zo, daar gaat mijn stem bijna. De top 5 bekijk. Altijd minimaal één keer staat dit dekje in die top 5. Oh, is zo jammer dat ik niet goed weet hoe je King Tour moet activeren met Fishy Boy. Echt al... Is goed. Die goblins verpesten. Maar nu weet ik wel. Nu weet ik het opeens wel. Het is dus dit plekje. Oké, heel nice. Nee, altijd staat dit dekje daartussen. In de top 5. Echt altijd. Echt altijd. Het is echt bizar. Oeh, reukoos. Oeh, dat is heel chill zeg. Het is echt bizar hoe goed dat dekje is. Dus ik dacht van, ja weet je, kan ik wel weer niet dit dekje gaan kiezen. Maar ik kan het ook wel doen. Oh, dit was niet waarschijnlijk... Ja, maar één piggy. Dat is niet de beste moederwitch. Nee, inderdaad. Geef ik hem een gratis vuurbal. Nee, maar ik wou het dus een keer testen. Ik ben niet de RG specialist. Maar ik hoor wel gewoon dat dit dekje best wel weinig skill heeft. En gewoon best wel weinig skill, omdat het gewoon zo'n makkelijk dekje is. Dus wij gaan kijken of we kunnen vlappen met op dit moment echt wel een van de beste dekjes op Clash Royale. Voor echt wel al een hele lange tijd. Want dit dekje dit bestaat gewoon al heel lang. Alsjeblieft. Oh, ik dacht even dat ik hem te vroeg gedropt had. Maar de King Toren is geactiveerd. Let's go. De King Toren is geactiveerd. Dit is precies wat je wil als je met dit dekje speelt. Nou ja, nee. Dat is precies wat je wil als je met Hogwarts speelt. We doen even de Phoenix op een goede plek, inderdaad. Want hij kletst niet op de toren. Maar hij heeft wel een snelle cycle. Zo, ik moet even nu gaan bekijken. Wat is nou eigenlijk zijn dekje? Ja, het is een Prilog, hè, of niet? Nee, Prilog niet. Oké, okay, top. Ja, oké. Okay. Nee, wat we moeten doen is deze Firecracker gewoon accepteren. Nee, ik heb geen zin om deze Firecracker te accepteren. Ik ga deze Firecracker niet accepteren. Maar wat we nu wel gaan doen, op een gegeven moment als het dubbel elixir is, gooi ik RG in de back. Aan de kant waar hij dus damage doet. Ja, RG in de back. Hij gaat nu sowieso Hogwarts doen. Inderdaad, naar die elektro... Ja, precies. Maar wat wij nu doen, is een Royal Ghost. Die vuurbal deed wel heel veel pijn. Oké, okay, wacht. Pakken we wakker deze Valkyrie mee. En dan hebben we nu dubbel RG. Let's freaking go. Dan komt die Tesla eraan. Ja, dat kan. En een vuurballetje. Oh, skellies. En een logie. Oké, okay, dat is wel chill. Nu kan ik zijn Hogwarts stoppen met goblins. En hij heeft geen vuurbal in cycle. Wacht. Prilog op de skellies. Prilog op de skellies. Geen skellies, maar wel damage. Kom, nog eentje. Let's go. Kijk, let's go. Is gewoon super mooi dit. Eerste potje is binnen. Oké, dat ging eigenlijk best wel prima, toch? Dat ging eigenlijk best wel prima met dit dekje. Legacy best 6800. Vorig seizoen 1200, dat is wel laag. Best seizoen 1700. Wat is überhaupt ons vorig seizoen en beste seizoen? We hebben alleen... Oh, hier. Oké, 1800. Dus vorig seizoen 1500. Daar dat zitten we nu al boven. Dan moeten we dit seizoen wel halen. Best seizoen dus 1800. Dat is best wel sterk voor mij. Ik had goed geteld. Kom, iets droppen. Dit is een lekkere lightning. Tik, tok, tik. Oei. En we verloren. Dat we verloren hebben. Ja. Het ging nog best wel goed. Die lightning was overkomen. Kijk, weet je wat het is met die lightning? 509, het scheelt ook wel heel weinig hoor. Weet je wat het is met die lightning? Die lightning pakte ik goede value in principe. Deze kader moeten pakken. Pakte ik goede value in principe. Alleen, die Boda gaat Nanny dood van lightning. Baby Draak gaat Nanny dood van lightning. We hebben niks om die net even lekker heel snel af te ronden. Dus die counterpush
wordt dan heel eng. En het was een babydraak met deze levens. Het was een broeder met deze levens. Maar ja, ze hadden wel nog levens. En daardoor kwamen we een beetje in de problemen met die koudbush. Anders was dit heel easy uitspelen. Het was ook wel heel easy uitspelen, maar we hebben er gewoon die fout gemaakt. We hadden misschien niet moeten lightningen. Alhoewel, dat is wel... In welk opzicht moet je niet een Ice Wizard, Boner en babydraak lightningen? Het is alsnog heel veel value. Ondanks, maar ik had dan iets beter gewoon een rekening moeten houden met... Verdorie. Daar ga je niet zo lekker op. Ik had toch iets beter rekening moeten houden met die counterpush, denk ik. Ik denk dat dit gewoon lijkt. Goed dat ik dat daar... Ik zat even te twijfelen. Wat moet ik nog doen om de toren te verdedigen? Of zijn push te verdedigen? Maar dan had ik helemaal niks meer hoeven doen. Want het was allemaal dood. Dus dat was super nice. Waardoor we gewoon die leiding konden droppen. Golem. Nou ja, Golem op 8. Hij heeft 2 elixir meer. Dat is niet heel erg verder. Alleen weet ik niet of ik een RG en een Golem... Dit zijn de dingetjes die ik niet weet. RG en een Golem. Had ik RG in de back moeten doen? Nee, ik denk het niet, toch? Gewoon op defense nu moeten rammen. Zo. Wacht. We kunnen natuurlijk... Oh, alsjeblieft. Maar ik weet niet of ik dit goed kan. Ik denk dat dit goed is, toch? Anders hebben we gewoon veel. Als deze niet naar de kingtoren gaat... Oké, let's go. Hij gaat naar de kingtoren. Dit is ook prima, want dan pakken we ook dat eitje erbij. Ja. Dit is heel goed, zeg. 0 damage. Dat meen je niet. Gewoon 0 damage. Dat was toch weer grappig. Dat meen je niet. 0 damage. En dan kan die lumberjack erheen. Oh, ik heb veel damage ook. Wat hebben we met die... Oh, waarom doen we dit? Oh, die lumberjack. Dat was dom. Dat was damage ook. En onnodig ook. En ook onnodig. Oké, RG in de back. RG in de back. Hij doet Golem in de back. Die fishy boy was wel heel sterk. Die fishy boy was heel sterk. Oké, we doen de Phoenix. We hebben nu wel de lightning voor zijn push. Dus dat is in principe wel goed. Hij heeft best wel dingen die je wil lightning, hè. In principe. Een pomp. Die pomp. Nou, die pomp pakken. Op zich was wel best wel een lekker lightning. Oké. Ah, die moeder wist neer is wel jammer, zeg. Kom op. Kom op. Voldoet leiding. Hou die neder. Oké, het vorige potje... Oké, het vorige potje knip ik, want deze verliezen we. Ik wil niet 2 verliezen op rij. Ik wil niet 2 verliezen op rij. Die vorige knip ik. Deze laat ik zien, want deze was insane close. Deze was insane close. Die vorige was ook redelijk close. Dus hier heb ik het eerste instantie, heb ik het vorige potje erin gehouden. Maar nu knip ik hem eruit. 2 verliezen op rij wil ik niet in de video laten zien. Maar deze was wel heel close, zeg. Ah ja, oké. We worden langzaam beter. We doen deze nu, Rode Ghost op de brug. Dan doen we de goblins hier achteraan. En gaan we dit loggen. Even gewoon, want we hebben even niet echt een lekker optietje anders voor de, voor die. Dan droppen wij dit hier, fishy boy, hier zo. Oké, prima, die bets gaan neer. Hoppatee, die bets gaan neer van die Phoenix, dus dat is nice. Dan moet ik dit doen. Ik wou daar liever natuurlijk Moederwitch, maar ik moest even dit doen. En dan is dit een snel begin van hem. En we worden onder druk gezet. En het is ook vervelend, want we kunnen niet... We hadden die Moederwitch niet gelijk volgens mij een cycle net voor die Skelbarrel. Want die Skelbarrel is natuurlijk wat je wilt gebruiken voor de... met de Moederwitch die Skelbarrel gaan pakken. Kijk, weer het ding is. Goblins worden gelogd. Dit wordt gevuurbald. Ik weet niet of hij een vuurbal heeft. Dus ik moet nu de RG in de back rammen. Ja, nou, als hij nu vuurbal heeft, dan is dat wel een lekker vuurballetje. Maar dan wel een enge counterpush. Dit is
wel weer top. Dit is wel weer top in principe. In principe is dit wel weer top. Blokt wel goed de RG hiermee. Doen we Fishy Boy. Goed Fishy Boy, goed. Leiding misschien. Is goed, is goed, is goed, is goed, is goed. Geen damage. Predicte de... dit is mooi. Nice. En doet de Goblin Gang? Nee, doet dat. Oké, maar nice. Dat betekent dat we nu wel nieuwe zooi kan kunnen krijgen. Ik had hem iets hoger moeten doen. Want nu helpt de toren mee. Waarschijnlijk. Nee, de toren helpt niet mee. Dit is nice. Dan doet hij waarschijnlijk... Had hij Goblin Gang? Had Goblin Gang. Hè? Ja, ik dacht dat hij hier Goblin Gang op doet. Oh, die doet daar. Nou, dan mag ik weer pre-loggen. Ja. Het is wel net vervelend dat we dan net niet alles pakken. Weer in de back gok ik. Yes. Royal Ghost. Yes. Dit is goed. Dit is heel goed. Dit is heel goed, boys. Dit is heel goed. Deze hebben we binnen. Deze hebben we binnen. Toch? Niet te vroeg juichen. Meganite komt hier op. Ja. Zo. Fishy Boy gaat wel veel zetten tegen Meganite. Wacht. Oeh, oh, die Phoenix. Phoenix levend. We hebben hem. Door die Phoenix levend. Het is heel lekker, die Phoenix levend. Ik wil Fishy Boy voor de Meganite, maar die kopt niet. 3. Nog eentje, nog eentje. Maar ik weet niet waarom ik 3 zei. Let's go, we hebben hem. Wauw. De potjes zijn close, maar wel echt leuk. Ze zijn wel echt leuk. Weet je wat, we doen er nog 2. Ik heb er nu 1 uitgekregen. We kunnen nog 2 potjes doen. 1 of 2. Ligt er even aan hoe lang het duurt. Maar het zijn leuke potjes. Ik vind het ook best wel een leuk dekje eigenlijk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. 1900. Betere fame dan wij ooit gehad hebben om een seizoen te eindigen. Dus dat was een goede tegenstander. Dan komen we nu tegen Kingstar uit een Ipecatori. Ben ik heel benieuwd of hij ook met Battle Ram, Pekka Bridgepam speelt. Maar we spelen best wel lekker. Ik weet alleen niet goed wat de first place, de beste first place zijn. Goblin Split doet geen damage. Ik denk op zich dat Royal Ghost op de brug niet per se een hele lelijke first play is. Doen we voor Goblins op de brug. Ik wil liever niet log cyclen. Aan de andere kant, Barbell is geen logbait. Barbell Snow, oeh. Dat kan ballon zijn. Ballon cycle. Oei, daar heb ik Sjoerd. Ik heb Sjoerd speelde met dit dekje best wel vaak. Ik heb Sjoerd zien spelen. Oké, gelukkig is het niet. Heb ik zien spelen tegen dat ballon cycle dekje. En dat is niet al te chill. Ik gooi even de log eruit. Want ja, want nu anders heeft toch geen log. Zo, die Pekka in een Fishy Boy, dat wil je liever niet. Ja, dit is weer een slecht begin, maar die konden we weinig aan doen. Wie dacht dat hij opeens een Pekka zou hebben? Ik in ieder geval niet. Dus dat is een beetje jammer. Maar niet getreurd verder. Niet getreurd verder. We doen even de Fishy Boy. Volgens mij kan je met de Fishy Boy... kan je King Tour activeren met Fishy. Maar ik weet niet precies hoe. Op zo'n Magic Arts. Volgens mij kan het wel. Maar ik weet niet precies hoe. Dus we gaan het niet proberen. Zou hij lightning hebben? Ja, hij heeft sowieso lightning. Maar als hij dit lightning is het wel overcommitted. Dan komen we gelijk andere lane. RG. Natuurlijk nee, lightning dat ik niet. Mijn moeder weet je bijna neer. Dan wil ik terug. Want wat moet ik anders nu doen? Ik zit een beetje in de twijfel van dat ik niet echt... Ik weet vaak niet wat ik moet doen, soort van. Heb ik mijn kaart, heb ik 10 elixir. Maar ik heb het gevoel dat dit meer een dekje is waar je reageert op je tegenstander. In plaats van dat je zelf de eerste plays maakt. En met logbait maak je natuurlijk altijd vaak zelf de eerste plays. En ook met alle goedkope dekjes die ik meer gewend ben. Dus vandaar dat ik een beetje het niet goed weet. Nou, gewoon even die neermaaien. Boom, boom. En even er vanaf zijn. Min 2 elixir, maar op zich het is het niet een drama play, dat zeker niet. Dat is wel een goede Phoenix trouwens, die moeder weer helemaal weghalen. En dit is ook wel een goede counter push. Kom op, Royal Ghost. Ga alsjeblieft naar... Nee, je gaat niet... Ah, jammer. Als die Royal Ghost niet naar die... Lekker lightningtje. Heerlijk in die rode hok. Het is klaar nu, toch? Het is nu toch klaar? 1. Nee, nog heel snel cyclen.
Hij kan niet blokken. Hij heeft niet... Nee, let's go. Hij heeft niet genoeg troep om dat te blokken. Winnen we dus dit potje. Gaan we even checken hoe hoog deze King Star staat eigenlijk. En ja, weet je, het is wel een lekker dekje. Het is een leuk dekje. Genieten van weer op mijn niveau. Er spelen wel echt mensen op mijn niveau, dus dat is mooi. Wat vinden jullie van Royal Giant? Laat even achter in de comments. Ik ben er best van aan het genieten mee. We zijn nu 1610. En dat is op Nederland. Even checken. Op dit moment. Oké, weet je, we moeten misschien nog één potje. We doen nog een laatste potje. Want ik zie dat we niet top 300 zitten. Als we deze winnen met een ongeveer plus 30'tje. Dat zou deze zijn. Zitten we de top 300 van Nederland. En gaan we langzaam omhoog pushen. Ik heb natuurlijk een tijdje niet gespeeld. Omdat ik op vakantie ben. En ik ben nog steeds van overtuigd. Dat de Royal Ghost op de brug beter is. Dan een Split Goblins in de back. Als starting play. Maar ik weet het niet zeker. Phoenix. Ik hoop nog niet tegen dat we nu tegen Electro Giant komen. Dat is chill. Dat is chill dat we die kunnen snipen. Dat hij zijn ability niet doet. Dan droppen wij Goblins hierop. Ja, goed getimed. Nice. Mega Knight. Oh. Oké, King Toren geactiveerd. Maar we pakken wel wat damage hier natuurlijk nu. Maar die King Toren activatie is nu wel chill. Die is nu wel even lekker om te hebben. Hij gaat sowieso blokken. Hij gaat sowieso dat schot van die... Ja, inderdaad. Hij blokt het sowieso met iets. Flying Machine is nu vervelend, maar we hebben even niks anders. We moeten nu gewoon heel snel. Felix moet echt gaan rammen hier doorheen. Moet echt gaan DPS'en voor zijn leven. Gaat in principe best goed. Fishy Boy. Hoe stoppen wij Royal Hawks? Royal Hawks zijn best wel vervelend eigenlijk, hè? Royal Hawks push. Ja, Goblins denk ik. Ik neig naar Goblins en Royal Ghost een beetje, toch? Het is wel vervelend. Nee, vuurbal denk ik. Dus dit is ook geen goede play. Dan moeten we nu RG in de back. Toch? Hadden we nu een beetje... Dit zijn die kleine plays dat ik niet helemaal weet. Want dit wordt gevuurbald. Sterker nog... Ik twijfel daar om te lightningen. Maar dan hadden we staan wel gelijk weer heel erg achter. Dus ik ga eerst gewoon nog even heel even kijken. Heeft hij echt een vuurbal? Hij hoeft geen vuurbal te hebben in het deck. Het kan ook... Hij heeft het wel. Ja. Dan moet het alsnog lightningen. En dat was die waren geen goede comments. Oké. Okay. Royal Hawks... Op de brug. Oeh. Huh? Waarom kwam hier een Royal Hawks bij? 1, 2. Twee kaarten. Ik moet even kijken wanneer die vuurbal heeft namelijk. Zo. Oef, ik denk dat die linkerkant gewoon heel veel gaat laten gaan. Ja. Ja, dit is best wel een feestje hier aan de linkerkant. Lekker feestje hier aan de linkerkant. Kunnen we dit nog even blokken een beetje ofzo? Oké. Op zich, Eros was daar wel weer een beetje overkomen. Dus we moeten nu gaan met de RG. We hebben hier een redelijke counterpush. We hebben hier een hele goede counterpush. Hij heeft helemaal geen elixir om iets te doen. Nog één. Jongens, hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Wat een lekker videootje. Lekker dat we dat laatste potje nog even gedaan hebben. Plus 31e. Ja, er zit op 41. Rond de top 300 zagen we net. En deze guy heeft een legacy best wel 7k. Helemaal niet verkeerd. Ik hoop dat we het video, jongens. Bedankt voor het kijken. Dat was echt een slechte match. Ik heb geen idee hoe we die gewonnen hebben. Echt een hele slechte match. Houd ook nog onze e-barbs. Hoop dat we het video even kijken. Zien we voor de video. En tot dan, mensen.